Malediven. En dan duiken, lekker snorkelen. Breda Nu. Je weet het meteen. De inwoners van het Groningse plaatsje Glimmen waren de gelukkige winnaars van de jackpot van de postcode loterij. Zij mochten samen 53,9 miljoen euro verdelen. Maar ook in Breda vielen mensen in de prijzen. Wel wat kleiner bedrag, namelijk 2500 en 1000 euro. Wat wij ons afvragen, wat zouden de inwoners van Breda doen als zij de jackpot zouden winnen? Wat zou je doen als je bij de postcode loterij de hoofdprijs zou winnen? Ik zou eerder mijn geld denk ik ergens in investeren dan dat ik het meteen zou uitgeven. Dus je hoort vaak bij mensen natuurlijk dat ze alles uitgeven aan grote dingen, aan huizen en zo, en dan is alles meteen weer weg. Dus ik zou bijvoorbeeld hier zo op de grote markt een pand kopen en dan onderhuren, omdat je dan op lange termijn veel geld nog kan verdienen. Wat ik dan zou doen? Nou, in ieder geval voor onze zoon een huis kopen. Ik zou een verblijf in het buitenland kopen. En een aantal goede doelen. Een aantal goede doelen geven, ja. Ik denk een hele mooie wereldreis maken. Wat zou jij willen doen? Ja, hetzelfde. Hetzelfde, dus ze gaat mee. En welke landen zou je dan bijvoorbeeld aan willen doen? Ik zou nog heel graag naar Bali willen. Malediven. En dan duiken. Lekker snorkelen. Zou een setje nieuwe banden op mijn auto leggen, denk ik. Is dat alles? Ik heb niet direct een invulling voor, maar geen gekke dingen, denk ik. Ik denk ook dat ik een deel aan het goede doel zal geven. Ja? Ja. En welk goede doel? Ik denk vergeten kind of zoiets. Wat mijn wens is een mooie uitbouw van aan mijn huis. Dat hebben we nog niet. En verder. Ja, we zijn nogal snel tevreden, denk ik. We zijn gezond in ieder geval. Dus, Breda Nu. Je weet het meteen.